van VAROS in het kader van de reeks voor Vita Valley. Um, en we gaan het vandaag hebben over digitale zorg en um, we willen daarbij ook u iets vertellen over um, hoe we de ondersteuning bij digitale zorg het beste kunnen inrichten. Uh, mijn naam is Anke van Dam, ik ben strategisch adviseur uh, voor de digitale zorg binnen VAROS en ik heb hier naast mij mijn collega Isabel. Ja, ik ben uh, Isabel Kunst. Ik ben adviseur en projectleider bij VAROS op het thema digitale zorg. Wij nemen u vandaag mee met wat definities over digitale zorg en gezondheidsvaardigheden. En we gaan u ook wat meer vertellen, zoals ik al zei, over de lokale aanpak van ondersteuning bij digitale zorg. En Isabel zal u ook wat vertellen over het onderzoek dat we in het kader van dit project hebben uitgevoerd. We zijn met een klein clubje, dus voel jullie vrij om ook gewoon in te breken, vragen te stellen. En laten we zorgen dat het gewoon leuk en gezellig is, dit uur, waarbij ook gewoon interactiviteit mogelijk is. Dan willen we graag beginnen met een volgende vraag. Wat hopen jullie mee te nemen uit dit webinar? Jullie hebben de aankondiging gezien en nu net ook mijn introductie gehoord. Um, wat zouden jullie het liefst uh, ja, mee willen nemen, willen horen? Uh, kan iemand daar iets over zeggen? Um, zal ik uh, losbarsten? Ja, hartstikke uh, goed. Fijn. <laughs> Hoi. Hoi, mijn naam is uh, Joppa Wuiten. Ik werk bij VERS en dat is de Provinciale Ondersteuningsinstelling van de Friese Bibliotheken. Uh, ik ben adviseur basisvaardigheden en um, onder andere um, houdt dat in dat wij uh, ons richten op um, he, uh, alle mensen die bepaalde basisvaardigheden missen, waar gezondheidsvaardigheden onder andere digitale gezondheidsvaardigheden, moet ik daarbij opmerken, een onderdeel is. En wat ik hoop mee te nemen, nou ik ben vooral heel erg benieuwd naar wat er allemaal gebeurt op dit uh, terrein. En ik ben ook heel erg benieuwd uh, om te kijken van, goh, zijn er dingen waar de bibliotheek wellicht of wat aan heeft of wat in kan betekenen. Of... Dus ik ben vooral gewoon heel erg nieuwsgierig naar uh, wat er allemaal gebeurt op dit vlak. Hartstikke goed, dank je wel. Ik hoop dat we antwoord kunnen geven op je vraag. Nog iemand anders? En jullie kunnen het ook in de chat zetten. Hè? Dat, uh, dat is ook uh, geen probleem. Of als jullie er later nog uh, op terug willen komen. Geen probleem. Ik, ben, ik zou wel uh, inderdaad wat willen vragen. Ik ben uh, Eugenie van Vendelo. Ik ben manager wijkgericht werken bij Rijnmond Doctors in Rotterdam. Dat is een organisatie van voor en door huisartsen. Wij zijn met name met wijkcoördinatoren in de wijken bezig om te, uh, te kijken hoe kunnen we de verbinding maken dus tussen dat wat we digitaal in de huisartsenpraktijk willen aanbieden. Uh, om dat ook te kijken dat de bewoners van de wijken dat ook digitaal kunnen toepassen. En als ze ge geen digitaal vaard digitale vaardigheden hebben, bij welk aanbod we in de wijk terecht kunnen. Maar ook om te kijken hoe kunnen we dan specifiek kijken met bijvoorbeeld de bibliotheken en met welzijn. Dat we ook kijken van... Um, hoe kunnen we de patiënten digitaal vaardig maken op die onderdelen van de huisartsenzorg, zodat die zorg ook goed toegankelijk blijft voor ze? Dus ja. daar hoop ik uh, uh, wellicht iets meer over uh, te horen, wat uh, waar, uh, uh, jullie in, uh, vanuit wijk aanpak, digitale vaardigheden. Uh, waarvan ik dacht van nou, wellicht hoor ik hier leuke ideeën en suggesties. Helemaal goed. Nou, ik, uh, je vraag sluit heel erg aan ook inderdaad bij het doel van, uh, van dit project. Um, wij zijn misschien nog niet zo ver om daar echt concrete antwoorden op te geven, maar we nemen jullie graag mee in dat hele proces uh, daarvan. Ja, dan gaan we door. Tenzij er nog iemand anders ook uh, iets wil zeggen. Ik kan jullie namelijk niet goed zien, dus jullie moeten gewoon de microfoon even unmuten en dan gewoon uh, uh, uitspreken. Nee, dan gaan we gewoon door. Um, nou, ik denk dat dit plaatje jullie misschien al wel kennen. Um, het is het plaatje van uh, de gezondheidsverschillen tussen mensen um, met een uh, wat hogere sociaal-economische positie en die met een uh, lagere sociaal-economische positie. Um, en dat verschil he, van kwaliteit van leven is uh, 15 jaar mensen uit een lagere sociaal-economische positie hebben 15 jaar minder gezonde jaren vergeleken met de andere groep um, en um, uh, leven ook uh, korter. Um, en als je dan kijkt naar de gezondheidsvaardigheden, dan heeft toch ja, um, ja, bijna 25% van de Nederlanders beperkte gezondheidsvaardigheden. Maar waarschijnlijk kennen jullie dit plaatje al, want dit is een uh, algemeen gebruikt plaatje van VAROS. En, um, wat is dan de definitie van beperkte gezondheidsvaardigheden? Uh, dat zijn dan de vaardigheden van individuen om informatie over gezondheid te verkrijgen, hè, te vinden, uh, ook te begrijpen en dan uh, toe te passen, te gebruiken bij beslissingen over uh, je gezondheid. Um, en, nou, dit is een voorbeeld, ik vind het altijd wel een heel mooi voorbeeld, dit is een, een routewijzer binnen een ziekenhuis. En uh, ja, u kunt zich voorstellen als iemand moeite heeft met, uh, met lezen. Dat dit dan wel erg veel informatie is. En uh, nou best ook wel onoverzichtelijk is als je ook het alfabet niet goed kent. Dus voorbeelden van vaardigheden, uh, zijn dus het lezen en schrijven, zoals ik net al zei. Maar ook uh, ja, kennis hebben van het lichaam en, en ziektes. Uh, ook het organiseren en plannen van afspraken, vragen durven stellen. Maar ook ja, de kennis van het Nederlands zorgstelsel uh, hoort daarbij. Um, wat zijn dan um, de uitdagingen in de zorg uh, met betrekking tot deze groep? Nou, die worden uh, echt onvoldoende bereikt. Um, de, zorg, de gezondheidszorg is best wel heel erg talig ook. Uh, je moet daar ook goede communicatievaardigheden voor hebben. Uh, dus het is ook echt wel lastig voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden om echt ook goed, ja, goede zorg, uh, de toegang tot goede zorg te krijgen en ook goede zorg te vragen. <tie> en wat je ook ziet is. Een tendens van dat er steeds meer van patiënten verwacht wordt. Was het vroeger zo dat uh, de huisartsen, bijvoorbeeld de dokter, die wist alles van je, die bewaarde je medische gegevens. Nu wordt dat uh, aan patiënten zelf gevraagd. Patiënten moeten zelf hun medische gegevens uh, bewaken, opvragen. Uh, er is dus veel meer ook eigen regie nodig voor, uh, voor je eigen gezondheid. Um, en um, nou ja, ook informatie opzoeken. Er wordt dus ook al met vragenlijsten Als je bijvoorbeeld naar een ziekenhuis gaat... wordt ook al gevraagd van welke vragen zou je aan de dokter willen stellen. Dus dat je eigenlijk al nadenkt over he, je, je bezoek aan de, aan de dokter... Um, en, en dus ook goed je vragen kunt formuleren. Dus er wordt best wel heel veel gevraagd van mensen al nu... om uh, goed van de zorg gebruik te kunnen maken. En als we het dan hebben over digitale zorg dan wordt er eigenlijk van gezegd, nou die digitale zorg is het middel dat zou... Hè, dat is de toekomst om die gezondheidsvaardigheden te verbeteren. Um, en het is ook zo dat e-health op digitale zorg zeker kansen biedt voor patiënten. Um, als je informatie op je laptop, op je computer of op je iPhone hè, of je, je smartphone... Um, als je daar informatie uh, uh, ontvangt over je ziekte, kan je dat nog eens rustig nalezen... En, en, en uh, je medische informatie is allemaal op één plek. En dat is ook de toekomst van de persoonlijke gezondheidsomgeving, de PGO. We zijn er nog lang niet, maar in ieder geval, dat is het idee: dat je alle informatie, alle dossiers van jouzelf op één plek hebt en dat goed in kan zien. Um, en uh, nou, beterom, dan kan je dus zelf ook, uh, je kan bijvoorbeeld ook zelf je gegevens, uh, medische gegevens uh, uh, opladen. Bijvoorbeeld je, je bloedsuiker zou je op kunnen laden en die ook met de specialist kunnen delen. Dus het gaat ook veel meer om die eigen regie. En dat biedt eHealth uh, zeker. Uh, nou, ook video, hè, dat maakt het ook uh, veel makkelijker om met plaatjes of met filmpjes informatie te verkrijgen. Uh, je kan de spraakfunctie uh, kan je, uh, gebruiken, waardoor je dus niet hoeft te lezen. Uh, uh, ook hè, de vertaalopties zijn er uh, ook vaak, waardoor je dus ook in een andere taal informatie tot je kan krijgen. En nou, het is ook vanuit huis, dus je hoeft niet op pad. PAROS heeft een uh, eHealth for All uh, programma ontwikkeld, uh, dat bestaat uit uh, vier pijlers. En de eerste pijler uh, is dat wij vinden dat digitale zorg e-health begrijpelijk moet zijn voor iedereen. Uh, wij uh, stoppen veel energie in uh, het, het testen hè, van bijvoorbeeld websites, uh, van, van apps, uh, om die zo begrijpelijk mogelijk te maken. Dat doen we met taalambassadeurs. Uh, maar de tweede stap is ook hè, dat de, de digitale zorg gemakkelijk te vinden is en te gebruiken. Dus als je dan een website hebt. Dat je die ook dat die gebruiksvriendelijk is. Uh, dat je goed uh, kunt navigeren, maar dat je hem dus ook makkelijk kan vinden. Uh, dat is een, uh, de tweede stap. En uh, de derde, uh, nou ja, jullie zien het al, dat professionals uh, uh, de patiënten en de cliënten kunnen coachen bij gebruik. Uh, en dat is uh, 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 ja, ook, ook inderdaad een belangrijke stap. Dat zorgverleners dus ook dan weten. Uh, nou, daar komen we straks ook nog op van uh, het herkennen of mensen beperkte digitale vaardigheden hebben. Maar dan dus ook bijvoorbeeld ook weten waar er dan uh, hulp uh, te vinden is. Uh, en dan uh, uh, ja, jullie vragen al hè, van wat jullie mee wilden nemen sluiten eigenlijk wel heel erg goed aan bij die vierde pijler. Het is van hoe kun je nou die samenwerking uh, zo goed uh, mogelijk inrichten dat, uh, dat je mensen goed kunt verwijzen. Dus dat je het aanbod weet van die ondersteuning. Maar dat je dus ook dan bijvoorbeeld terug kan krijgen van goh, deze persoon hebben we gelukkig goed kunnen helpen en uh, kan dan dus ook makkelijker weer van de digitale zorg die je als zorgprofessional aan wil bieden gebruiken. Um, en hoe weet je nu welke patiënten die extra ondersteuning uh, kunnen gebruiken? Um, Mensen met beperkte uh, gezondheidsvaardigheden, die, uh, be, ja, die vertonen toch uh, een, een bepaald gedrag. Uh, en dat is dat ze liever uh, bijvoorbeeld langskomen dan bellen. Dat vinden ze ook al uh, lastig. Uh, dat ze hun herhaalmedicatie hè, vaak niet op tijd uh, aanvragen. Of uh, nou, vaak dan nog een keer, om gewoon maar zeker te zijn dat ze hun medicijnen wel op tijd uh, weer besteld uh, krijgen. Dat ze geen vragen stellen. Uh, dat noemde ik al. En, en dat ze bijvoorbeeld de vragenlijst ook niet uh, invullen uh, als voorbereiding van een uh, consult. En uh, als je dan kijkt naar die uh, digitale vaardigheden, als mensen digitale vaardigheden uh, ontberen, uh, dat er bijvoorbeeld nog geen account is aangemaakt uh, bij uh, in de huisartsenpraktijk <clears throat> of dat er geen mailadres is. Uh, en nou ja, ook van hebben ze wel een smartphone en hebben ze toegang tot internet. Ook dat is niet uh, altijd uh, aan de hand. Uh, en je kunt ook vragen van, goh, zoekt u wel eens informatie op over uw gezondheid of ziektes op internet? Dan kun je ook testen of iemand uh, digitaal vaardig is of niet. Dus, um, uh, het is. Ja, je kunt met, met dat soort, het uh, zijn toch ook soms ja, subtiele signalen, kun je mensen wel herkennen die beperkte gezondheidsvaardigheden hebben of beperkte digitale vaardigheden. Um, wij hebben daar als het ware een, een quickscan uh, voor ontwikkeld, uh, die je als het ware helpt als zorgverlener om uh, de vraag te stellen of iemand digitale vaardigheden heeft of niet. Um, we hebben een vraag weer voor jullie. Hebben jullie in jullie werk uh, al afspraken gemaakt of methodes ontwikkeld uh, met elkaar om uh, patiënten te herkennen die extra ondersteuning nodig hebben? Hebben jullie daar al met elkaar over gesproken? Kan iemand daar iets op zeggen? Nou, wat wij uh, niet meer, uh, ja. Remanddoes. Wat wij uh, nu aan het doen zijn, is uh, bezig met een beleidsstuk aan het uh, schrijven. Over uh, dat we aandacht hebben in al onze stukken. En uh, ja, wij zijn een ondersteuningsorganisatie van huisartsen. Uh, individueel hebben de praktijken, uh, hebben sommige praktijken hebben er al aandacht voor en, en tools. En die, die quickscan, die, uh, die kennen we. Uh, die wordt uh, her en der ook al gebruikt. Maar wij willen wat meer aandacht ervoor hebben. En zijn dus nu beleidstuk aan het schrijven hoe wij een gezondheidsvaardige organisatie kunnen worden. En dus eigenlijk alles langs de lijn kunnen leggen van beperkte gezondheidsvaardigheden. En wat betekent dat dan? Dus uh, de huisartsen individueel hebben sommige praktijken, zijn er al mee bezig, hebben ze ook, uh, uh, maar lang nog niet alle praktijken in de regio Rijnmond die bij ons aangesloten zijn. Maar het heeft wel onze aandacht in de ondersteuning in ieder geval. Nou, wat goed. Ja, heel mooi. Ik, ik denk inderdaad dat het heel belangrijk is om uh, zo'n beleidsstuk inderdaad te hebben. Ja, iemand anders nog? Een toevoeging? Weet ook dat VAROS um, uh, bezig is met uh, uh, gezondheidsvaardige organisaties. Um, wij hebben een, een cirkel ontwikkeld met uh, tien aspecten om een gezondheidsvaardige organisatie te worden. En um, daar worden in die tien uh, aspecten wordt dan ook heel duidelijk uitgelegd, um, nou, op welke facetten je in de organisatie aandacht moet hebben om gezondheidsvaardig uh, te worden. Dus ik nou, heel, heel erg mooi ook uh, Eugenie dat je de term gezondheidsvaardige organisatie gebruikt. Dat uh, ja, helemaal uh, een aardje naar ons. Wat voor ondersteuning is er dan al voor uh, zorgprofessionals hè, om die gevaardig uh, uh, te worden ook hè, als, als zorgprofessional? Nou, dat kennen jullie misschien alvast wel. Uh, die gevaardig in de zorg, de website die ondersteuning biedt uh, aan de zorgprofessionals. En uh, dat is ook zelfs al uh, per thema is dat uh, uitgesplitst. Dus nou, die in de Zorg, die website, die uh, biedt je dus eigenlijk al hele specifieke ondersteuning per zorgsector uh, en per uh, onderwerp. Dus zeker de moeite waard om daar eens uh, naar te kijken als je dat nog niet al hebt gedaan. Um, wat wij als VAROS uh, ook doen, uh, dat zijn praktijkchecks. Uh, waarbij we de uh, patiënt, uh, en dat, is dan, uh, uh, dat doen we samen met taalambassadeurs. En taalambassadeurs zijn uh, mensen die uh, moeite hebben met lezen en schrijven, maar de belangen vertegenwoordigen van uh, deze groep. En ook getraind worden om uh, deze belangen, uh, voor deze belangen op te komen en, uh, en eigenlijk ook de zorg hè, te behelpen, of te helpen om uh, uh, nou, toegankelijk te worden voor uh, deze groep. Uh, en samen met zo'n taalambassadeur gaan we dan ook vaak uh, op bezoek bij zo'n praktijk en kijken we uh, naar ook de digitale middelen die ingezet worden. Um, dus dan is er ook een hele duidelijke vraag van, nou, uh, krijgen we vaak terug van hoe kan ik mijn website ook duidelijker maken voor patiënten? En uh, ik krijg je ook vaak de vraag terug van, wat kan ik doen als patiënten hulp nodig hebben bij digitale zorg? Um, we hebben dit in het kader van het project Open. Uh, hebben wij uh, uh, verschillende praktijkchecks uitgevoerd en daar uh, adviezen uit uh, uh, opgehaald, die uh, hier op een rijtje staan. Um, maar ook daar wil ik jullie uh, graag voor verwijzen. Uh, ook naar onze website van VAROS, waar uh, deze adviezen uh, en tips om een uh, gezondheidsvaardige huisartsenpraktijk uh, te hebben, uh, uh, om die daar te vinden, als je nu noemde het al gezondheidsvaardige organisatie. Daar hebben wij een uh, checklist uh, voor ontwikkeld waarbij je dan uh, zelf al kan kijken uh, hoe ver het staat met uh, um, uh, het zijn van een gezondheidsvaardige organisatie en um, dat is soms, denk ik, ook best wel leerzaam. dan kun je ook uh, je prioriteiten aangeven. En dan uh, bekijken: van nou, als ik dit, dan, uh, dit kan ik dan misschien het beste als eerste aanpak. Als, mens, he, als een stap naar een gezondheidsvaardige organisatie. Uh, en daar kun je ook uh, hulp en advies uh, van Faro's van uh, bij aanvragen. Maar het is voor jezelf, denk ik, wel. Een, een, een leuk onderzoek al een eerste stap om te onderzoeken hoe ver het staat met het zijn van een gezondheidsvaardige organisatie binnen jouw praktijk of binnen je, je instituut. Um, ik noemde het al, wij werken heel erg nauw samen met uh, de taalambassadeurs. Um, uh, de taalambassadeurs zijn voor ons zo ontzettend waardevol um, omdat zij echt ook uh, met het lezen. Van, van teksten, van websites en zo, ons wijzen op waar, uh, waar de moeilijke woorden zijn. Uh, er wordt best wel veel medisch jargon ook gebruikt nog door zorgprofessionals. Uh, dus uh, zij wijzen ons voortdurend op uh, ja, de moeilijkheden in, in de teksten die er zijn. Uh, en uh, we hebben ook een vaste taalambassadeur uh, binnen ons uh, team. Uh, dat is Dikkie, die is één dag in de week bij ons om ons ook te helpen. En het is echt een eye-opener om met de taalambassadeur samen te werken, want dan realiseer je uh, hoe ingewikkeld het soms uh, is. Um, en met de testen met de taalambassadeurs, dan check je dus of uh, de boodschap, uh, het doel duidelijk is uh, en het duidelijk is wat je ermee kan doen. Uh, of het gebruik gemakkelijk is en of de beelden passen bij de tekst en andersom. Dus we kijken ook naar de plaatjes en vragen dan ook: van... Uh, uh, is, is dit plaatje uh, duidelijk en, en uh, begrijp je ook wat hiermee bedoeld wordt? En ook daarvan uh, kun je soms ook, uh, nou, sta je verbaasd van dat ja, er gewoon toch uh, iets heel anders gezien wordt dan uh, nou dat. Ja, mensen die wat minder moeite of die wat meer, die makkelijker kunnen lezen en schrijven zien. Ik heb hier een voorbeeld uh, van. Um, en dat is een plaatje met uitslagen van uh, suiker, van glucose. En uh, de vraag hierbij is: wat is volgens een taalambassadeur verwarrend op deze pagina in het portaal? Uh, zou iemand daar um, een antwoord op kunnen geven? Nou, volgens mij weet ik hem nuchter. <laughs> Een okay. nuchter, dat wordt vaak met dronkenschap geassocieerd. Ja. Uh, uh, dus dat zou verwarrend het kunnen zijn. En kap en lap, dat is natuurlijk ook helemaal onduidelijk. Ja, ja heel goed, Sonja. Uh, dat zijn inderdaad lastige woorden. Zeker uh, he, arteriële en capillair bedoelen we daarmee. Uh, en, en nuchter, uh, dat wordt zeker ook wel met, met dronkenschap uh, uh, geassocieerd. <clears throat> maar wat de taalambassadeur zei die zei, ik vind uh, het, het uh, woordje of de twee woorden niet aanwezig verwarrend. Als ik even terugga, dan, uh, he, dan zie je daarbij de opmerkingen uh, van niet aanwezig. He, 29 november 2019 opmerkingen niet aanwezig. En als een taalambassadeur uh, dit dan ziet, dan denkt hij van, oh, had ik er moeten zijn? Had ik, had ik moeten komen? En heb ik misschien een afspraak gemist? Dus daar zie je dus inderdaad al dat, uh, dat ze gewoon met een hele andere blik toch ook naar de website kijken. Of naar deze pagina. Ik heb nog een voorbeeld. En uh, hier staan uh, dus dan de metingen. En uh, de vraag is: wat, uh, uh, wat, wat vindt een taalambassadeur hier verwarrend? Op dit plaatje. Er zijn uh, al wat keuzes uh, toegevoegd, maar zien jullie hem? Zal ik doorgaan? Dat is dit. Uh, dat is het tekentje van de bloeddrukmeter, maar er was één taalambassadeur en die zag daar een pauw in. Dus die, die had echt een heel, heel ander beeld uh, uh, bij dat plaatje. Dus nou ja, dat is, dat is ook gewoon verwarrend. Dus dit zijn eventjes wat voorbeelden om jullie te laten zien. Uh, dat het gewoon echt heel erg zinvol is om ja, uh, taalambassadeurs, mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, ook mee te laten kijken hè, naar pagina's, naar teksten, naar websites. Want het kan dan uh, ja, soms toch wel tot verwarring leiden. <tus> Um, binnen het project Digitale Zorg, uh, waar Isabel en ik uh, samen in werken, hebben we een beeldbelproject uh, uh, uitgevoerd. En uh, daarin hebben wij uh, huisartspraktijken gevraagd ook uh, en begeleid in uh, hoe zij bijvoorbeeld een beeldbelconsult uh, aanbieden. En uh, daar zijn uh, ja, deze, dit stappenplan uh, en de beslisboom, deze twee producten zijn eruit gekomen. En, en uh, nou, dat is dus echt meer zo'n ja, tool, hè, een handreiking, een, een handvat dat wij dan aan huisartsenpraktijken aan kunnen bieden uh, om uh, nou, videobellen, videoconsult uh, uh, aan te bieden aan hun patiënten. Dus het is, uh, dit is een van de producten die wij ontwikkelen binnen het programma. Um, als je het dan hebt over um, websites en applicaties die al getest zijn door ons of die wij dan ook uh, voorstellen om te gebruiken voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, dan zijn dit een aantal voorbeelden. Uh, wij werken samen met thuisarts.nl bijvoorbeeld om teksten op BE-niveau uh, op de website te krijgen. Uh, begrijp je lichaam is met, met plaatjes en met eenvoudige woorden. Uh, heel, uh, ja, heel belangrijk uh, hulpmiddel om informatie over je lichaam uh, te verkrijgen. En uh, nou, misschien hebben jullie ook al van de Lees Simple app gehoord. Dat is een applicatie waarbij je dan uh, met die applicatie over de tekst gaat en dat gaat dan met name over bijvoorbeeld brieven van de overheid en die vertaalt dan uh, zo'n brief in uh, ook eenvoudige taal op BE-niveau. Um, dit is uh, een beetje een toelichting op wat ik net zei. En, uh, waar, en hier komen dan nu de bibliotheken hè, komen ook uh, voorbij. Uh, wij zoeken de samenwerking heel erg op uh, met betrekking tot die ondersteuning uh, en, en tot het bevorderen ook van die digitale vaardigheden uh, met de OBA, met de bibliotheek. Uh, maar ook werken we samen met DigiVitaler die. Uh, verschillende uh, trainingen, uh, cursussen heeft ontwikkeld... Hè, om digitale vaardigheden uh, aan te leren. Uh, en uh, met cyberzoek die uh, de laptops uh, en, en, en smartphones ook beschikbaar stelt... aan mensen die uh, dat niet kunnen betalen of dat die niet uh, hebben. En uh, ook met de helpdesk digitale zorg. En dat is de helpdesk die met name gecontacteerd wordt door ziekenhuizen... maar ook steeds meer door huisartspraktijken... Om telefonisch uh, ja, hulp te bieden als mensen er met betrekking tot de digitale zorg niet uitkomen. Een vraag weer aan jullie. Uh, zijn er wel eens patiënten die hulp vragen bij digitale zorg? En waar vragen ze dan hulp over bij jullie? Kan iemand daar iets over zeggen? En misschien ook gelijk de tweede vraag. Wat doen jullie dan om patiënten te ondersteunen daarbij? Kan iemand iets, daar iets over zeggen? Ja, ik kan, um, ook al werk ik dan uh, voor de bibliotheken, als ik um, uh, uh, kijk naar gewoon mijn. Uh, omgevingen. Ik denk dat deze vraag heel specifiek voor de zorgprofessional of de zorgorganisaties bedoeld zijn. Um, maar um, uh, ik krijg zeker in mijn omgeving ook gewoon van de buren die ik help met digitale vaardigheden vragen. Uh, krijg ik hier. Um, uh, zeker ook vragen over. En dat gaat dan met name ook over inderdaad gewoon hoe ik dingen kan gebruiken. Uh, dus eigenlijk wat jullie al eerder aangaven: van goh, um, um, ik, ik, ik moet met voor mijn medicijnen, moet ik daadwerkelijk. Uh, ...willen ze het liefst dat ik dat via de, de app doe, uh, maar ik weet niet hoe de app werkt of ik weet niet hoe ik de app kan downloaden of uh, wat, wat dan ook. Um, uh, en uh, nou ja, hè, zoals je terecht al opmerkte, uh, bij de BIEP is daar inderdaad allerlei, um, is allerlei aanbod uh, voor. Um, uh, ook gewoon heel praktische dingen als uh, digitale ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het werkbaar werkzaam krijgen van een app op je telefoon. Uh, ja. Daar helpt de bibliotheek ja. ook uh, bij. Wat ik. Um, uh, maar dat is misschien niet de vraag voor nu. Maar om hem hier wel bij neer te leggen, waar uh, ik ook, en dat gaat dus niet over mensen die um, um, minder geletterd zijn, maar vooral mensen met minder digitale vaardigheden, is de grote zorg om de privacy. En ja. die zorg deel ik, uh, persoonlijk zelf ook. Um, uh, dus uh, uh, dat zijn ook signalen die mij bereiken. Ja, heel goed. Ja. Dank voor je bijdrage, Joppa. Dat, dat krijgen we ook terug. En wat we ook vaak wel horen, is dat mensen het ook wel eng vinden. Ze vinden het spannend. Ze zijn bang dat ze iets verkeerd doen. En dat dan alles kwijt is. Dat, dat speelt ook. Ja. Heel goed. Dank je wel. Nou ja, dit zijn de lessen van DigiVitaler. Um, nou ja, jou dan zeker wel bekend, uh, Joppa, maar dat is misschien ook voor de anderen. Het is gewoon ja, echt ook wel leuk om een keer zo'n zo les te, te volgen uh, en dan, ja, om daardoor doorheen te lopen. Um, en dit is dan dus ook heel specifiek over patiëntenportalen uh, bij de huisarts. Um, en dat is ook echt, ja, een. een een, een heel stappenplan als het ware om uh, um, via via het portaal van de huisarts uh, tot allerlei informatie of tot afspraken komen en zo uh, te komen. Ja, misschien nog wel een stukje terug op de vorige vraag. Wat doen jullie om te ondersteunen? Wat wij hebben gedaan als Rijmondokters, zijnde is: we hebben gekeken met de bibliotheek hier uit de regio, Bibliotheek Rotterdam, om te kijken hoe wij het aanbod van de bibliotheek naar de patiënt toe krijgen, omdat we toch wel zagen dat. ...de uh, vraag en aanbod elkaar niet zo goed vindt, zeg maar. we ja. hebben een wachtkamerfilmpje... Uh, ...wat beschikbaar is via Digivitale, Draaien we, uh, draai we in een aantal huisartsenpraktijken af. En dan hebben we eigenlijk de laatste sheet hebben gemaakt van... ...wilt u nou geholpen worden, meldt u bij de bibliotheek. En, uh, maar dat is... ...toch ook in de grote regio nog wel wat te ver voor sommige patiënten. Dus we hebben wel de afspraak kunnen maken... ...zijn er nou meer dan tien aanmeldingen uit hun wijk... ...dan gaan ze de cursus gewoon in de wijk geven. Nou, dat loopt nog niet heel erg storm... ...en we hadden wel een beetje gehoopt dat daar veel vraag op zou komen... ...maar dat uh, zien we nog niet heel hard te rennen. Dus wat we nu aan het doen zijn is om te kijken... ...hoe kunnen we daar ook de welzijnspartijen bij betrekken... Ja. Um, maar goed dat is, dat, dat is wat we dus dat is niet vraag dat... van de patiënt maar het nee. is meer zo van wat wij denken van hoe kunnen we het aanbod bij de patiënt krijgen heel ik goed zou, ja ik zou ja. wat dat betreft als ik daar mag reageren Eugenie, dat klinkt heel goed uh, sowieso um, um, wat wij inmiddels bij de bibliotheek zelf ook ervaren. Want um, um, bibliotheken kunnen ook inderdaad wel eens een handje hebben van het feit... van kom maar in de bibliotheek. Terwijl ja, voor heel veel mensen is de bibliotheek absoluut ook niet laagdrempelig. Dus um, nee. daar gaan ze niet heen. Dus dit is heel herkenbaar. Um, um, maar mensen motiveren om iets te gaan doen. Dat, dat gaat nooit in één keer. Dat vraagt heel veel stapjes. Ja. En um, dus um, als je merkt dat de aanloop er niet meteen is... Um, ga vooral door, um, ook met weinig mensen, want juist mond-op-mond mond, um, uh, uh, en gewoon uh, lang, lang, uh, um, ja, een, een, een lange adem hebben is uh, voor deze projecten echt heel erg van belang. Vertrouwen krijgen ook, dus daarom is zo'n inzet van de welzijnspartij van belang. Maar het kan soms ook zo simpel zijn als dat je de sleutelfiguren in de wijk daarvoor ook heel goed kan inzetten. Waarschijnlijk allemaal al bekend, maar mm. um, ik, ik denk wat dat betreft wel, um, 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 mensen die hier zelf niet in zitten, zo hebben nogal snel de neiging om dan maar weer wat anders te gaan proberen. Uh, dat zou ik niet te veel doen. Ik zou het vooral met, met de mensen samen doen, ook mensen vooral vragen van wanneer zou je daar wel of niet gebruik van maken, en, um, um, uh, en uh, uh, ja, gewoon beginnen, en vallen opstaan en, um, en volhouden. Ja, nou, ja, dankjewel ja. voor de tips. Ja. Ja. Heel goed, ja, dankjewel voor deze input. Isabel zal daar ook uh, in haar onderzoek, uh, als ze straks de resultaten presenteert, zal ze er ook iets over zeggen. Nee, maar heel erg fijn dat je dit ook zo benoemt en dat het, uh, nou, ik, ik denk ook zeker herkenbaar. <clears throat> heel goed, dank je. Uh, nou, dit is dan ook he, de, het aanbod waar we het over hadden, en hoe krijgen we nu dat aanbod en die vragen goed bij elkaar? Nou, dit is natuurlijk een manier. Uh, dit, uh, he, er zijn cursussen en er is een spreekuur in de bibliotheek, en je kunt oefenen. He, dit is ook al oefenen.nl, kun je ook al helemaal goed uh, zelf thuis doen. Uh, nou, dit is dan de helpdesk, daar heb ik net ook al iets over gezegd. En. Uh, dan we hebben al wat vragen aan jullie gesteld. Uh, en jullie hebben ook zeker ook wel antwoord gegeven. Zeker, uh, Jop en jij noemde ook al: hè, uh, zorg ook dat je een lange adem hebt uh, en, en verwijs ook. Hè, dat, dat noemde um, iemand anders ook al. Uh, misschien door, verwijzen naar uh, een welzijnsorganisatie, hè, de wijk in. Uh, zijn er nog uh, andere? instanties waar jullie naar doorverwijzen bij uh, die ondersteuning van digitale zorg. De meeste dingen zijn al wel genoemd, hè? En en zouden jullie uh, daar komen we natuurlijk ook nog wel op? Maar misschien is dat wel een vraag om even over na te denken en dan ook kijken of je de antwoord hebt gekregen aan het eind van het webinar. Uh, hoe je dan die informatie uh, en die adviezen over dat samenwerken, hoe zou je dat dan uh, willen ontvangen? Maar denk daar even over na, dan kunnen we dat uh, misschien straks nog even weer oppakken. Um, Isabel? Ja. Nou, ik neem het hier van uh, Anke over om wat te vertellen over het onderzoek wat wij als uh, VAROS uh, met partners hebben uitgevoerd. Uh, naar ondersteuning bij digitale zorg. De werktitel is een kwalitatieve, participatieve verkenning van het gebruik van ondersteuning bij digitale zorg in de regio Schiedam, Vlaardingen en Sluis. Het is onderdeel van wat wij noemden de wijkaanpak ondersteuning bij digitale zorg. Ondertussen hebben we de titel veranderd. We hebben het genoemd lokale samenwerking voor ondersteuning bij digitale zorg. Dat vonden we iets passender. En het project is eigenlijk opgebouwd aan de hand van dit model, is gebaseerd op het uh, dubbele diamant model van de Design Council. En eigenlijk beginnen we bij uh, het kopje uitdaging. Nou, de uitdaging in ons geval is dat uh, de vraag kwam vanuit huisartsenpraktijken. Er wordt steeds meer digitale zorg gebruikt. Wij moeten steeds meer zorg gaan leveren. digitaal. Maar wij merken dat uh, bepaalde mensen daarin minder meekomen. En wij weten ook niet zo goed uh, waar wij de mensen door, naar door kunnen verwijzen voor ondersteuning. Uh, er blijkt ook uit de e-health monitor van het RIVM dat bepaalde mensen, bepaalde groepen, ja, mensen in kwetsbare omstandigheden, minder gebruik maken van het al aanwezige aanbod uh, in voornamelijk de bibliotheek. Dus dit is voor ons het vertrekpunt om te kijken van hoe, hoe kunnen wij uh, de ondersteuning voor mensen die de ondersteuning nu dus niet vinden, anders inrichten in samenwerking met de huisartsenpraktijk en dus inderdaad aanbieders van ondersteuning vanuit de bibliotheek of welzijnspartners. We hebben dat gedaan door eerst een verkennend literatuuronderzoek te doen. Dus wat, wat is in de literatuur al bekend over ondersteuning? Wat zijn knelpunten? Um, en daarna hebben wij uh, samen ervaringen opgehaald met uh, bewoners die in het onderzoek onderbelicht zijn uh, en welzijnsaanbieders, zorgprofessionals. Dus mijn uh, onderzoek richt zich voornamelijk nog over de fase van ontdekken, vaststellen. Dus waar zitten mensen om wie het gaat en professionals op te wachten. Um, wat wij met deze uitkomsten willen doen is samen ontwikkelen. Dus um, wij gaan in gesprek met de bewoners, de aanbieders van ondersteuning en de huisartsen of medewerkers uit de huisartspraktijk. Daar komen knelpunten uit en wij willen middels een methode die heet uh, co-creatie. Uh, samen gaan kijken van welk knelpunt hebben we nou prioriteit en waar moeten we nou iets mee doen. Maar omdat we samen met al deze partners om de tafel gaan zitten, we hopen we heel dicht bij de uh, gebruikers en de mensen die de knelpunten ervaren, ook een oplossing te ontwikkelen die echt aansluit bij de behoeften van alle betrokkenen in het proces. Nou, dat zie je ook. We gaan dus dat doen in kansenworkshops. We willen samen met de huisartsen, aanbieders van ondersteuning en de bewoners. Uh, producten of werkwijze ontwikkelen, die hen echt helpt om die ondersteuning beter aan te laten slaan. En dan willen we deze ondersteuning ook in de of deze producten of werkwijze ook in de praktijk testen. En kijken, is er misschien nog aanpassing nodig? Uh, dus dat is in een notendop even het uh, project waar we nu in middenin zitten. En deze resultatendeling zal dus gaan over het eerste stukje: dus het ontdekken en vaststellen van de knelpunten. We zijn vertrokken met de volgende onderzoeksvraag. Uh, wat zijn ervaringen met het vinden en gebruiken van ondersteuning bij digitale zorg voor mensen met een migratieachtergrond? Uh, mensen met een migratieachtergrond blijkt uit dus de e monitor dat dat een groep is die de ondersteuning in de bibliotheek minder goed vindt. Of daar minder goed aansluiting bij vindt. Uh, binnen het hele project uh, is die groep echter breder. Wij focussen ons in het project ook op bijvoorbeeld ouderen. Mensen die laaggeletterd zijn, maar ook mensen die vaak in aanraking komen met zorg. Dus bijvoorbeeld mensen met een chronische ziekte. Of mensen die uh, geen mantelzorgnetwerk hebben of geen netwerk om op terug te vallen om hulp te vragen. Wat hebben wij gedaan? We zijn in gesprek geweest met mensen uit de buurt, dus uh, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis. Uh, veel in taalhuizen, buurtcentra en uh, koffieochtenden. Om echt de mensen ja, uit de buurt te spreken. We hebben de gesprekken opgenomen, die zijn uitgetypt. En we hebben gekeken wat zijn ook nou patronen in deze gesprekken. Wat komt vaak terug? Wat valt ons op? Wat is eigenlijk al bekend? Maar waar willen we nog meer informatie over hebben? Deze resultaten hebben we geanalyseerd. En we zijn met de resultaten teruggegaan naar de deelnemers, naar de bewoners. Om te zeggen van kijk, dit hebben wij gevonden. Maar klopt dit met wat jullie bedoeld hebben? Klopt dit? Herkennen jullie hier hierin? Uh, wat vinden jullie hiervan? Wat vind je belangrijk hierin? Wat moeten we echt naar buiten brengen? En wat is minder relevant? We hebben ook een aantal gesprekken met professionals gedaan. Die zijn niet meegenomen in deze analyse. Maar zoals ik al aanlegde, of uitlegde aan het begin van, uh, bij het plaatje, de dubbele demand, nemen we die in de volgende rondes ook mee. Um, en we doen dit onderzoek samen dus um, vanuit Vados, maar ook vanuit ZEL, Zorgorganisatie Eerste Lijn in de regio... Uh, schiedem en Sluis en de Roha in Amsterdam. En we worden ondersteund door Social Design Bureau Muses. Zij helpen ons voornamelijk met het co-creatieproces en de ontwikkeling van de producten. Nou, dit is een voorbeeld wat we hebben gedaan met de bewoners. Dus na de gesprekken en de analyse die ik als onderzoeker heb gedaan, zijn we teruggegaan naar de bewoners en gezegd van maak maar een prioritering. Wat vinden jullie het meest belangrijk of wat is het meest impactvol? En onderaan de streef staat wat minder belangrijk is. En um, zo konden de bewoners of de deelnemers uit de gesprekken heel mooi aangeven: van, Nou, dit is echt. Taal komt bijvoorbeeld overal heel erg naar voren. als iets wat heel veel impact heeft op het vinden en gebruiken van ondersteuning. Uh, cultuur werd genoemd. Uh, angst, schaamte. het juiste aanbod, motivatie. En wat wel leuk was: ik heb dit uh, zes keer gedaan, deze sessies. Dat er bij alle sessies wel een soort patroon in te zien was. Dus iedereen gaf wel in de grote lijnen aan van dit vinden we belangrijk, dit wat minder, maar dit heeft invloed hierop. Dus dat was voor mij wel bevestiging dat ik dacht, oh ja, dit is wel duidelijk een patroon wat we kunnen herkennen. Nou, de resultaten. Zes focusgroepen met uh, totaal 35 deelnemers. Um, deelnemers hadden verschillende niveaus van geletterdheid. Sommigen waren helemaal niet geletterd, sommigen heel erg, uh, ja, heel erg hoog opgeleid. Uh, ook een verschil in beheersing van de Nederlandse taal. Sommige deelnemers spraken geen Nederlands en hebben we met een, uh, toevallig een collega die wel de taal spreekt uh, gesproken. Sommige uh, mensen spreken heel goed Nederlands en digitale vaardigheid verschilde ook. Dus sommige mensen, nou, je ziet dat 100% van de deelnemers heeft wel een apparaat met internet. Maar er werd dan voornamelijk WhatsApp of uh, social media op gebruikt. Maar hoe je dan in moest loggen met een DigiD. was voor de meesten eigenlijk nog wel moeilijk. En uh, 58% van de deelnemers. ervaarde moeite met het invullen van digitale formulieren. Dus daar komen eigenlijk al die vaardigheden weer bij elkaar: geletterdheid, Nederlandse taal, digitale vaardigheid. Uh, dus dat zegt ook wel wat over het niveau van de, van de groep. Um, samenvattend is eigenlijk wel dat. iedereen zei van. digitalisatie van zorg. Uh, dat vinden wij wel belangrijk en we zien ook dat dat maatschappelijk heel erg speelt. Uh, dus we zien het belang daarin en we willen ook heel graag uh, digitale vaardigheden leren en verbeteren om daarin mee te gaan. Uh, nou, ik heb het, de resultaten verder onderverdeeld in uh, thema's. En één thema wat wel echt in alle gesprekken naar voren kwam was uh, vertrouwen in ondersteuning of in vrijwillige ondersteuning. Um, de hulp wordt voornamelijk gezocht op vertrouwde plekken en bekende plekken, dus uh, buurthuizen of taalhuizen waar mensen vaak komen, of onder mensen die uh, zij al langere tijd kennen, zoals een docent of een gastvrouw in een buurthuis. Dat zijn de, de mensen en plekken waar hulp gevraagd wordt. En vertrouwen is daarbij cruciaal, want zorg en digitale zorg zijn persoonlijke thema's. Uh, je wil die, die thema's wil je niet met iedereen delen. Um, dus ja, het ligt heel dichtbij je. Dus je moet wel zeker weten dat je iemand kan vertrouwen met je vraag voordat je die ook daadwerkelijk stelt. Ook wordt een beroep gedaan op directe network. het directe netwerk. Het netwerk, maar het is netwerk. Daarmee bedoel ik uh, kinderen of partner. Um, dus dat is ook wel een heel groot deel van de mensen die ondersteuning aanbiedt. Uh, en vooral in deze regio is er ook een grote rol voor vrijwillige ondersteuning. Uh, zoals al eerder genoemd werd, de sleutelpersonen of mensen die een soort voorbeeldfunctie hebben in de wijk, die makkelijk benaderbaar zijn, die soms ook dezelfde taal spreken, die je al kent vanuit het buurtcentrum of vanuit de supermarkt, of die je vaak op straat ziet, zijn toch makkelijker benaderbaar dan professionele ondersteuning. Geeft ook wel een bepaalde kwetsbaarheid, want dit zijn veelal vrijwilligers die ook hun uh, eigen dagelijkse leven hebben, die heel graag willen helpen. Maar vaak uh, werd er wel benoemd van er zit wel een soort grijs gebied in van tot waar kan ik mensen helpen en wanneer uh, moet ik hen doorverwijzen naar professionele diensten, waarbij je dan weer terugvalt op uh, minder vertrouwen, misschien minder laagdrempelig om te bereiken. Mensen zeggen soms ook van uh, je mag niet naar een bibliotheek met deze vraag, terwijl je wel weet van oh, ik kan je niet verder helpen. Dus dat is wel, uh, ja, geeft ook kwetsbaarheid. Dan was er ook een stukje over persoonlijke relevantie. Um, of mensen digitale zorg en ondersteuning daarbij willen gebruiken, hangt af van hoeveel zorg gebruik je in het algemeen hebt. Um, de leeftijdscategorie van de mensen die ik heb gesproken was van 27 tot uh, 74 jaar. Maar een groot deel van deze mensen was ook uh, nog niet echt actief betrokken bij zorg en ging incidenteel naar de huisarts. Dus ze zeiden ook van ja, ik kom gewoon niet zo vaak in aanraking met zorg. Dus dan is het voor mij minder relevant om digitale zorg te gebruiken. Want uh, als er iets is, dan is het meestal urgent. En dan bel ik liever. Dan word ik snel geholpen en dan hoef ik niet helemaal uh, een app te leren gebruiken. Plus dat mensen zeiden, um, als ik mijn vraag in de app moet stellen, weet ik niet of het juist geïnterpreteerd wordt. Dus wat, uh, wat Anke ook al zei en wat Joppa ook al zei. Um, een stukje duidelijkheid, angst, wat toch ook wel weer speelt. Uh, en dat de assistent, als je die spreekt aan de telefoon, ook wel een stukje geruststelling biedt. Je kan gelijk inschatten of het urgent is of niet, of dat je nog even kan wachten. Uh, mensen gaven ook aan van, uh, sommigen waren bijvoorbeeld wel naar een cursus geweest over digitale gezondheidsvaardigheden. Ze zeiden wel aan, ja ik gebruik het incidenteel, dus dan moet ik ook die vaardigheden onderhouden. Het is niet als je één keer een cursus doet dat je dan de, vaard, ja, de vaardigheden hebt. Je vergeet die ook en de digitalisering gaat zo snel. Uh, dus je moet eigenlijk het heel erg intensief gebruiken, wil je daar ook bij in blijven. Uh, en de mensen die ik gesproken heb, die gaven ook aan dat er minder ruimte is voor digitale zorg, of het ontwikkelen van digitale vaardigheden gericht op zorg, door andere levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld een zoektocht naar werk, um, nou, toeslagen, kinderen die opgroeien, huishouden. Er speelt best wel heel veel in de levens van mensen. Waardoor digitale zorg of het leren van vaardigheden gewoon wat minder prioriteit heeft. Een ander punt, wat echt heel goed naar voren kwam uit de gesprekken, is dat er meer aangesloten moet worden bij de wensen en behoeften van de gebruikers. Dat het huidige aanbod nog onvoldoende aanslaat. Uh, ja, aanslaat. Uh, mensen benoemden dat zij wel heel graag digitale vaardigheden willen verbeteren, maar dat er ook een bepaald taalniveau voor nodig is. Um, cursussen hebben meestal een instaptaalniveau nodig en de mensen die ik heb gesproken, het merendeel voldoet daar niet aan. Dus zij worden meestal eerst verwezen naar een taalles. Uh, en ze zeggen, we hebben het gevoel dat we dan eigenlijk niet op de juiste plek zitten om digitale vaardigheden te leren, maar we hebben de taal nodig om mee te kunnen doen in een digitale uh, vaardighedenles. Um, wel wordt dus het belang van de digitalisering weer onderstreept. Mensen vinden het wel belangrijk om het te leren en willen dat ook heel graag waren ook voorstellen. Misschien moet het parallel, of misschien moet het uh, taal-digitaal gecombineerd worden op een niveau dat iedereen kan instappen. Um, en wat net ook al gezegd werd, de mensen gaven ook aan van als je bij onze doelen of wensen en behoeften wil aansluiten, moet je ons opzoeken en moet je uh, samen gaan kijken wat, wat de behoeften zijn. Um, dus ja, wat wij dus ook proberen uh, te doen in dit proces hierna. In co-creatie gaan kijken van waar liggen dan die behoeften en hoe kunnen we daarop inspelen. Um, en wat ook genoemd werd, is dat uh, eerdere ervaringen met hulp zoeken invloed hebben op het zoekproces. Um, deze mensen gaven ook aan van je wordt moe, moe als je op verschillende deuren moet kloppen. En uh, mensen moeten ook, de aanbieders van ondersteuning, moeten eigenlijk zich wel realiseren dat hulp vragen heel veel drempels vraagt. Je moet eerst zorgen dat je de taal vaardig genoeg bent om überhaupt een vraag te stellen. Je moet weten waar je heen kan, je moet daarheen gaan. Uh, financiële middelen, tijd, uh, afstand. Uh, soms moet je een afspraak maken, wat ook al lastig is. En als je daar eenmaal aangekomen bent, is de kans er ook wel dat iemand zegt: ik heb nu even geen tijd of spreek u eens later. Uh, door de mensen werd gezegd dat dit al wel als afwijzing wordt gezien, of dat dat hun uh, moed die ze eigenlijk verzameld hebben om hulp te vragen. Um, dat dat afneemt. En mensen zeggen ook als ik een negatieve ervaring daarin heb. Is het voor mij moeilijker om een volgende keer weer hulp te zoeken. Dat zijn voor ons misschien hele kleine, uh, kleine dingetjes. Maar voor deze mensen had het heel veel invloed op het zoekproces. Aan de andere kant zeiden ze ook. Van, als ik een positieve ervaring heb met hulp zoeken. Als ik goed geholpen ben. En ik heb echt antwoord gekregen op mijn vraag. En ik ben vriendelijk behandeld. Ik ben er gewoon beter door geworden. Helpt dat mij ook weer om volgende keer makkelijker hulp te vragen. Dat zegt deze quote ook, uh, van een deelneemster. Dat, ja, begrijpen dat de mensen die daar komen om hulp te zoeken, hulp nodig hebben. En dat uh, de aanbieders geruststelling bieden, begrip, begrijpen dat de mensen willen leren. Um, en weten dat er mensen zijn die het niet makkelijk vinden om hulp te vragen. Dus dat mensen al een drempel over zijn gegaan, of moed verzameld hebben om überhaupt die stap te zetten om hulp te vragen. Nou, dan zijn er ook nog wat ervaren drempels en vaardigheden. Uh, wat ik eigenlijk concluderend heb gevonden, is dat het een wisselwerking is. Dus een systeem van ondersteuning wat niet aansluit bij de wensen en behoeften en vaardigheden van de hulpzoekenden die ook nog kunnen verschillen per persoon. Dus inderdaad, uh, bijvoorbeeld iemand met een goede taalvaardigheid, maar beperkte digitale vaardigheid. Of net andersom. Uh, dus iedere hulpzoeker is eigenlijk verschillend en iedereen heeft eigenlijk een andere hulpvraag en een ander niveau waarop die hulp zoekt. In alle gesprekken kwam wel de taalbarrière of beperkte Nederlandse taalvaardigheid naar voren als een grote drempel. Uh, inderdaad, dat je voor een digitale vaardigheidscursus ook al Nederlands moet spreken, of in ieder geval als je vragen wil stellen, ook al een bepaald niveau van Nederlands moet spreken, is voor heel veel mensen wel echt een, een drempel om mee te doen met die digitale zorg. En digitale vaardigheid, ja, sommige mensen wisten niet hoe ze met een DigiD in moeten loggen. Uh, sommige mensen wisten niet goed hoe je met een smartphone om moet gaan. Dus het niveau, en sommige mensen die monitoren hun uh, gezondheid met een smartwatch. Dus er zit ook een hele range uh, van variëteit in de digitale vaardigheid van de deelnemers. Um, en de gevoelens die het mensen oproept om die drempels te ervaren, dat waren vooral gevoelens van verdriet... Stress, maar ook gevoelens van uitsluiting. Van: Ik wil wel meedoen, maar. Het aanbod past niet bij wat ik nodig heb. Dus is er wel aanbod voor mij? En ik wil zo graag, maar het lukt me niet. En dat is ook een beetje wat er in deze quote staat. Uh, een deelnemer heeft de digitale cursus gevolgd. Um, maar vond het lastig om een vraag te stellen, omdat het in het Nederlands was. Ze spreekt ook wel goed Nederlands, maar het gaat heel snel. Uh, ze heeft een certificaat gekregen voor deelname, maar. Ze heeft ook wel dingen gemist, dus 40% gemist, 60% begrepen, dus ze gaf aan dat het certificaat zegt niet zoveel, want uiteindelijk ben ik niet echt verder gekomen met mijn hulpvraag. Um, en wat ik net ook al zei, wat een beetje raakt aan de eerdere ervaring of de drempels, je hebt ook bepaalde vaardigheden nodig om hulp te vragen. Dus je moet dat durven, je moet het doorzetten, want er komen veel tegenslagen, hulp past niet bij wat je nodig hebt. Als je hulp gevonden hebt, kan het zijn dat de hulp niet helemaal aansluit. Dat je niet, dus, ja, zoals de deelnemer in de quote, niet goed geholpen bent. En je moet assertief zijn. Dus je moet aangeven van hé, hey, ik wil geholpen worden. Ik heb dit en dit nodig. Uh, je moet wel in staat zijn om dat te kunnen formuleren en daarvoor te kunnen gaan staan. Dus wat concluderen wij? Um, stem vraag en aanbod op elkaar af. Dat kan door samenwerken met de mensen om wie het gaat. Door bijvoorbeeld inclusief co-creëren. Uh, omarm een lokale aanpak en versterken van de samenwerking tussen professionele en vrijwillige ondersteuning. De professionele ondersteuning, zoals de bibliotheek of in het buurthuis, wat ook vaak uh, genoemd werd als een uh, hele goede optie voor digitale vaardigheden, heeft veel kennis. Um, en de vrijwillige ondersteuning heeft een vertrouwensband. Uh, en draag actief bij het verlagen van de ervaren drempels. Dus zoek de mens op, heb een open houding, ga langs op plekken waar drempels minder ervaren worden, sluit aan bij een koffieochtend in het buurthuis. Uh, ga, ga naar waar de mensen zich prettig voelen. Wat gaan wij verder doen als zijnde? Nou, we gaan dus verder met het onderzoek van uh, de gebruikers, aanbieders en zorgprofessionals. Wat houdt hen tegen of wat helpt hen om, om ondersteuning te zoeken bij digitale zorg? Uh, we brengen dus passende vormen van ondersteuning in kaart middels het co-creatieproces en we kennen dus de rol van samenwerking en versterken deze rol van samenwerking tussen de verschillende partijen, zorgverleners, bibliotheken, welzijn. Um, en we gaan dat implementeren, borgen en testen in de regio, Schiedam-Vlaardingen-Sluis en, en Amsterdam, met partners en bewoners. Um, alles wat ik nu verteld heb hebben we ook verwerkt in een mooie publicatie onder de link. Um, hij is, is ook op de VAROS-website te vinden onder ondersteuning bij digitale zorg. Um, dus daar kunnen je dit allemaal nog rustig teruglezen wat, uh, wat de resultaten zijn. Zijn er vragen? Isabel, dankjewel. Zijn er vragen? Ja, uh, ik heb wel een vraag. Uh, uh, ik vind het mooi om. Uh, uh, te horen over hoe je het hebben aangepakt. Uh, Muses is ook voor ons heel bekend. Um, uh, zij doen heel veel onderzoek op het gebied van co-creatie en helpen bibliotheken daar ook bij. Dus wat dat betreft leuk om dat te zien. Um, ik word wel heel verdrietig als ik lees inderdaad wat de ervaringen van mensen zijn, um, uh, ook helaas uh, bij bibliotheken. Um, uh, en dat is ook echt iets wat bibliotheken zelf ook wel merken. Van goh, aan de ene kant wordt er gevraagd om uh, aanbod voor grote groepen. Uh, omdat gemeenten bijvoorbeeld willen dat je aan uh, bepaalde KPI's voldoet. Um, uh, dat je zoveel mensen per keer bereikt en noem maar op. Terwijl je vaak merkt dat het um, uh, kleine groepen en op maat eigenlijk beter werkt. Maar goed, ja, daar, daar moet dan maar voldoende tijd en aandacht voor zijn. Um, dus dat is soms best wel echt een, um, een lastige afweging. Um, uh, en ik denk ook dat de bibliotheek daar nog heel veel in te leren heeft. Dus wat dat betreft uh, denk ik dat de samenwerking met welzijn en andere partijen echt heel goed is. Dus uh, dat ben ik, uh, vind ik heel leuk om te horen. Um, ik vroeg me af in hoeverre zijn de uh, zorgverzekeraars hier ook van op de hoogte? En um, weten die hiervan? Doen die mee? Um, een hele goede vraag. We hebben in de regio uh, Schiedam uh, wel met een uh, zorgverzekeraar gesproken. En, met de uh, DSW? Of, uh? Ja, klopt, ja, ja met de DSW. Ja. Uh, Antoinette is, is ook in de groep. Antoinette, ben jij er? Ben oh, je er ik, nog? Ik ben daar uh, inderdaad. Uh, um, misschien kan je even toelichten. Nou, ik, um, een stukje financiering wat we gaan doen met Faros komt van het Fonds Achterstandswijken. Daar zit de zorgverzekeraar bij ons ook in. Um, en ik ga dit uh, agenderen uh, bij het uh, ISA. Dus bij het integraal zorgakkoord ja. voor ons in de regio. Want ik vind dat het daar hoort. Hè. Het, is, het hoort niet alleen bij zorgverzekeraars, maar ook uh, zeker bij gemeenten. Maar uh, ja, precies wat uh, Isabel ook zegt. We, we, we hebben gewoon geen goede. Uh, nou, wat. Hoe noem je dat? Patiëntenreizen of wat we die gemeentes kunnen vragen. Want omdat we het gewoon zelf niet weten, kunnen we het ook niet organiseren. Dus we hebben dit ook wel nodig. En ook op schrift deze evaluatie hebben we nodig. Om met die gemeentes en met zorgverzekeraars om de tafel te gaan. Als we niet goed weten, ja, we weten nu een gevoel dat het niet helemaal klopt. Maar ik hoop heel graag ook met dit onderzoek dat we daar wat meer handvaten voor krijgen, zodat we. Zowel met gemeentes in gesprek kunnen, als met zorgverzekeraars, als met aanbieders van digitale ondersteuning. En ook handvaten voor zorgverleners, hoe ze hiermee aan de slag gaan. Ja. En de GGD's, zijn die betrokken? Ja, dat vind ik ook een goede vraag. Dat vroegen ze ook bij ons in de regio. Um, ik denk dat dat een goede is, omdat die ook uh, wat digitale zorg uh, geven. Kijk, we hebben nog veel meer partners. Maar als we het ISA hebben, zijn we natuurlijk ook gelijk ook de GGD-partners ja. aangesloten. Dus ik denk dat dat ah, ja. de meest logische plek is: dat je gewoon ja. regionale uh, samenwerkingsverbanden moet hebben. En het ISA lijkt me daar het meest logische in. Uh, om, en daar is de GGD-partner veelal aangesloten. Maar een paar regio's ja. zouden ook wel weer uitmaken in welke ja, mate veel. deze betrokken is. Ja, zeker. zeker. Oké. Okay, ja. We hebben nog ruimte voor één vraag. Is er nog een dringende vraag? Ik ben ja? nou, alleen nog een beetje benieuwd hoe lang het on... tot wanneer het onderzoek doorloopt. Dus wanneer je de eindresultaten, zeg maar. Uh... Ja, we zitten nu nog midden in de verkenning. Um, en wij hopen in februari, maart te starten met het co-creatieproces. Um, dus ik denk dat onze planning is eind volgend jaar daar een uh, rapportage van te hebben. Okay. En ook wat producten al. En ook wat producten, ja. 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 En het, nog wel interessant om te weten, ik uh, had vanochtend vergadering van de alle achterstandsfondsen. En die uh, nemen dit ook als thema op voor volgend jaar. Dus dat is oh, heel goed. Nieuws. Ook een interessante. Ja, ik zag nog één handje van Gertjan. Is er nog een vraag? Nee? Dan. Oh. <clears throat> Jawel? Ik, ja, wij, wij kunnen het niet goed zien. Ik dus zie ik wel we... inderdaad het handje van Gertjan, maar ik, we horen hem niet. Nee. Nee. nee um... Ja, oh, het handje is weg. Heel goed. Nou, dan dank ik jullie voor uh, jullie aandacht en voor jullie actieve inbreng in de discussie. En uh, nou ja, zoals gezegd, hopelijk kunnen we jullie volgend jaar uh, ook wat meer informatie en uh, ja, meer handvatten, uh, handreikingen doen om de samenwerking te bevorderen. En, en te zorgen dat we dus echt die ondersteuning bij digitale zorg goed op poten kunnen zetten. Hartelijk dank allemaal. Een fijne avond. Heel veel succes. Dag. Dankjewel. Dag. Dag. Bedankt. Doeg.